Wat zijn de kosten en baten van migratie? Dit is de Universiteit van Nederland. Als je de krant openslaat of de televisie aanzet, dan gaat het al gauw over migratie of over vluchtelingen. En dan is er één vraag die heel vaak terugkeert. Wat kost ons dat nou allemaal eigenlijk? Is migratie, of je nou van migranten houdt of niet, maar kost die lui niet ongelooflijk veel geld? En moeten we dat eigenlijk allemaal wel willen? Er worden ook allerlei rekensommetjes gemaakt. De Volkskrant, nog niet al te lang geleden, had zo'n rekensom en die kwam op een zeer negatief antwoord uit. Migranten kosten vooral geld, was de conclusie van dat artikel. En als ik eens aan jullie vraag, ja, de vraag is niet echt open meer op dit moment natuurlijk, maar wie denkt dat migranten vooral geld kosten? Hand omhoog. Nou, dat zijn er toch aardig wat, maar zeker niet iedereen. En wie denkt dat migranten in Nederland vooral iets opleveren? Kijk, u mag ook allebei de vragen de hand omhoog steken, hoor. Dat kan. Goed. Het is niet zo vreemd dat die rekensommetjes vaak negatief uitpakken, want heel vaak zie je dat die rekensommetjes niet over alle immigranten gaan. Er is vaak een hele selectieve blik, een hele selectieve lens wordt er op de camera gedraaid, zou je kunnen zeggen. En die rekensom pakt vooral zo negatief uit in veel gevallen, omdat het juist gaat over die migranten waarvan dat integratieproces ook heel erg moeilijk gaat. De gastarbeiders bijvoorbeeld en vluchtelingen, dat zijn vaak de groepen waar we dan naar kijken. Bovendien kijken we bij deze vraag heel vaak naar de korte termijn. We kijken naar de migranten zelf en we kijken niet naar de langere termijn. Hoe gaat het dan met hun kinderen of met hun kleinkinderen? Slaan de kosten dan misschien niet om in de baten? Nou ja, als we naar gastarbeiders kijken, laten we eens naar die twee groepen kijken. Gastarbeiders en vluchtelingen. Nou, kijken we naar gastarbeiders, dan kun je eigenlijk constateren dat de eerste 15, de eerste 20 jaar dat ze in Nederland waren, zeg ruwweg tussen 1960 en 1980, dat ze vooral baten hebben opgeleverd. Deze mensen werkten zich helemaal een rotje tegen vaak vrij lage lonen, droegen allemaal bij aan de sociale premies. En dus tussen 1960 en 1980 heeft Nederland daar sterk van geprofiteerd. Er komt echter een omslag rond 1980 als een groot deel van die gastarbeiders, en dan gaat het met name om mensen uit Turkije en Marokko, werkloos worden. Juist omdat ze in die sectoren zaten die dan massaal de poorten sluiten. De Twentse textiel, de scheepswerven, de Limburgse mijnen. En je ziet dat veel van die gastarbeiders, net overigens als veel Nederlanders die daar ook werken, dan eigenlijk in een soort permanente werkloosheid terechtkomen. Ja, en dan slaan de baten natuurlijk om in kosten. Bovendien zien we dat een deel van hun kinderen het ook helemaal niet zo heel erg goed doen. Een deel daarvan oververtegenwoordigd is in de criminaliteit, anderen ook werkloos worden. Kortom, ook daar lijken ook vooral de kosten zich op te stapelen. Dus daar zien we eigenlijk een overgang van baten naar kosten. Maar dat is ook weer iets te simpel. Want hoe zit het dan met mensen als Ahmed Abu Taleb en veel meer Marokkaanse, Turkse Nederlanders die het wel goed hebben gedaan? Dat mag geen meerderheid van de tweede generatie zijn, maar er is toch een substantiële minderheid van deze groepen die een enorme sprong maakt van ouders die bijna analfabeet zijn naar mensen die een hogere beroepsopleiding en een goede baan in de Nederlandse samenleving krijgen. Dus ook binnen die groepen zijn er weer grote verschillen. Kijken we naar vluchtelingen, dan zien we een iets ander patroon. Die kosten vooral geld in het begin. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Nederland heeft dat verdrag van Genève, het vluchtelingenverdrag in 1951, niet ondertekend om daar nou eens lekker geld mee te gaan verdienen. Uiteraard kost de opvang van vluchtelingen geld, zeker in het begin. De grote truc is om ervoor te zorgen dat die vluchtelingen zo snel mogelijk eigenlijk aan het werk gaan. En zodat je een systeem hebt dat ervoor zorgt dat je ook gebruik maakt van de kwaliteiten die vluchtelingen hebben. En daar heeft Nederland helaas niet zo'n hele goede track record. Maar goed, kosten en baten, dat ligt er een beetje aan naar welke groep je kijkt. Het ligt er ook aan of je de eerste en de tweede en de derde generatie erbij neemt. Maar migratie is meer dan alleen maar geld. Als we gaan kijken naar wat leveren immigranten op, dan moeten we niet alleen maar naar de financiële kosten of baten kijken. Bovendien zijn er dan een aantal hele interessante varianten te onderscheiden. Zeker als je dat in de geschiedenis, en ik ben migratiehistoricus, als je wat verder teruggaat in de geschiedenis. Eigenlijk zijn er drie varianten. Eén variant waarbij zowel de ontvangende samenleving wint als de immigranten. Een klassieke win-win situatie. Er zijn ook situaties waarin de ontvangende samenleving wint, maar de migranten een beetje aan het kortste eind trekken. En uiteraard, als derde variant, is er de omgekeerde situatie, waarin er vooral verlies is voor de ontvangende samenleving en winst voor de immigranten. Nou, laten we maar eens naar die drie varianten kijken. Eerst maar eens de win-win situatie. Nou, daarvan is sprake als bij migranten die met veel skills, met veel kwaliteiten naar je land komen. Denk aan Nederland in dit geval. Zijn het niet alleen Turken, Marokkanen, Surinamers en vluchtelingen. Er zijn veel meer immigranten uit allerlei delen van de wereld die bijvoorbeeld werken in de gamesindustrie hier in Amsterdam. Of bij de producent van machines om chips te maken, ASML in Veldhoven, vlakbij Eindhoven. Allemaal industrieën waar grote aantallen immigranten uit andere delen van de wereld naar Nederland komen. Nou, daar zien we een heel duidelijke win-win situatie. Maar dat geldt ook meer aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als het bijvoorbeeld gaat om Oost-Europeanen die naar Nederland of naar Engeland komen om hier in de kassen van het Westland te werken of in andere sectoren. Dit zijn migranten die vooral bijdragen aan ons sociaal stelsel en daar zelf vrij weinig uit kunnen halen. Ook daar is er een win-win situatie, ook voor die migranten zelf. Want ja, in Polen of in Roemenië of in Bulgarije is er veel minder werk en wordt dat werk ook veel minder goed betaald. Dus dan in zo'n geval valt de rekensom al heel anders uit. Maar dan heb je dus een wat bredere blik naar van wat migratie eigenlijk is. De tweede variant die we kunnen onderscheiden is de variant waarbij de winst vooral voor de ontvangende samenleving is. En eigenlijk veel minder voor de migranten. Het beste voorbeeld wat ik daarvan ken zijn de golfstaten van de afgelopen decennia. Saoedi-Arabië, Qatar, Oman en ga zo maar door. Want daar zie je dat de oorspronkelijke inwoners vaak een minderheid van de bevolking zijn geworden. De meerderheid bestaat uit gastarbeiders uit India, uit Nepal, uit Pakistan, uit Indonesië, die daarvoor heel lage lonen, of soms worden zelfs maanden niet betaald, te werk worden gesteld, vaak zonder enige rechten, enorm lange dagen moeten maken en op ieder gewenst moment weer teruggestuurd kunnen worden. Ze hebben geen enkel recht in die samenleving. Het zijn een soort halve slaven, zou je bijna kunnen zeggen, in die samenlevingen. Nou, de Saoedi's profiteren daar grotelijks van, want ja, dit zijn heel goedkope arbeidskrachten. Dus de winst zit hem vooral daar voor de ontvangende samenleving. Dan een situatie waarin de winst vooral bij de migranten zit en eigenlijk helemaal niet bij de samenlevingen waarbij ze zich voegen. Dat zijn vooral situaties waarbij de immigranten als een soort invaders aankomen, met macht en met status. En op het moment dat ze ergens aankomen, zeggen, oké, jongens, en zo gaan we het doen. Kortom, zij passen zich niet aan de mensen die er wonen. Nee, zij gaan de lakens uitdelen. En daarvan hebben we natuurlijk heel veel voorbeelden, met name in de geschiedenis van de Europese expansie. Ook de Nederlandse geschiedenis. Als we naar de Amerika's kijken bijvoorbeeld, vanaf het moment dat Christopher Columbus met zijn boot Amerika ontdekte, zoals het heet. Dat is het begin van eigenlijk een hele dramatische periode voor de inwoners van Noord- en van Zuid-Amerika. Niet alleen worden zij overvleugeld door de Spanjaarden en de Portugezen en later ook door de Engelsen, de Fransen en ook de Nederlanders hebben daar nog hun steentje aan bijgedragen in militair opzicht. Maar ze worden vooral massaal het slachtoffer van ziektekiemen die die Europeanen meenemen. En de mazelen, de pokken, de griep waar ze totaal geen weerstand tegen hebben. Dus de meeste, dus je ziet een soort decimering van de Amerikaanse bevolking in een hele korte tijd. Nou, dat kunnen we niet echt als winst voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika natuurlijk definiëren. Goed, dan is er nog één kwestie die op dit moment als het gaat om kosten en baten heel vaak naar voren komt. En dat is een kwestie die vooral betrekking heeft op Europa. Europa dat een vergrijzend continent is, zoals we allemaal weten. We worden steeds ouder met z'n allen en er komen steeds minder kinderen. En er zijn al een aantal landen wat zelfs al bevolking verliest. Wat een bevolkingsteruggang kent. Is dan migratie een oplossing voor vergrijzende, krimpende bevolkingen? Dat is een vraag die vaak wordt gesteld. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat dat niet echt een oplossing is. Want wil je vergrijzing echt tegengaan, dan heb je ongelooflijk veel immigranten nodig. Want die immigranten worden zelf ook weer ouder. Ook al krijg je ze veel jonger binnen dan de gemiddelde leeftijd van een land dat migranten krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat migranten toch niet een kleine bijdrage kunnen leveren voor de oplossing van dat vergrijzingsvraagstuk. En ook wel een bijdrage kunnen leveren aan knelpunten op de arbeidsmarkt. Een aardig voorbeeld is een statistiek die ik een aantal weken geleden in het blad The Economist aantrof. En hier zien we aan de linkerkant een rijtje landen wat veel moeite heeft om allerlei banen op de arbeidsmarkt ingevuld te krijgen. Met name Hongarije, meer dan 50, bijna 60% van de sectoren in Hongarije heeft moeite om mensen te vinden voor de banen die men heeft. Aan de rechterkant ziet u de mate van vergrijzing van die landen. Dus hoe meer je naar links in het negatieve komt, hoe meer landen vergrijzen. Zoals je hier ziet is dat een land als Hongarije, wat op dit moment zich verzet tegen opname van vluchtelingen, eigenlijk heel goed zou kunnen gebruiken. Het heeft grote moeite op de arbeidsmarkt en dat vergrijst heel erg snel. Dat geldt ook voor het tweede land in dit rijtje, voor Duitsland, voor Polen en voor Zweden. Dus het is interessant om te constateren dat er soms wel een groot verschil is tussen wat je rationeel zou zeggen van nou, wat immigratie bij zou kunnen dragen aan de ene kant en hoe landen daar op dit moment zelf op reageren. De conclusie van dit college, kosten of baten, ja, ik weet het, het is geen fijn antwoord, maar ook hier, het hangt ervan af. Het is heel moeilijk om in keiharde cijfers uit te drukken, maar het is vooral, het hangt ervan af naar welke migranten we eigenlijk kijken. Of we naar de korte termijn kijken, of we naar de lange termijn kijken. En ook of we alleen maar naar, laat ik zeggen, het financiële kijken, of dat we ook naar andere dimensies kijken. Bijvoorbeeld culturele afstand. Het is heel wel mogelijk dat migranten financieel misschien best baten zijn, maar dat andere mensen denken van ja, maar ik vind dit helemaal geen fijne cultuur die die migranten meenemen. Ik voel mij eigenlijk vreemdeling in eigen land. Nou, veel mensen die moeite hebben met moslims of met de islam, die zullen misschien zeggen, je kunt me nog meer vertellen. Het kan allemaal wel zo zijn dat ze misschien bijdragen. Maar ik leef liever in een land zonder moslims. Dat kan en dan kun je vanuit dat argument ook zeggen van nou, voor mij is immigratie, zeker voor mensen uit moslimlanden, vind ik vooral eigenlijk dat het mij veel kost. Dat zie ik als verlies. Net als veel Amerikanen dat aan het einde van de 19e eeuw zouden zeggen als het ging om die katholieke Ieren. Kortom, ik ben aan het einde van dit college gekomen. Ik ben aan het einde gekomen van 5 colleges en ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat niet alleen dat migratie een heel interessant fenomeen is, maar dat vooral zo interessant is als je het combineert met geschiedenis. Omdat je dan zoveel varianten ziet, ook zoveel vergelijkingen kunt maken tussen vroeger en nu. Wat ook weer een nieuw licht vaak werpt op de situatie die we op dit moment zelf meemaken. Dank u wel.